avond waarop we als Erfgoed Brabant samen met de provincie voor het eerst de Brabantse Erfgoedprijs gaan uitreiken. De prijs die we hebben ingesteld om die toekomstgerichte omgang, traditie in de ware zin van het woord, het overleveren, het overdragen te stimuleren. Om met goede en inspirerende voorbeelden te laten zien hoe je erfgoed een eigentijdse, logische, door velen gewaardeerde plek in het leven van nu kunt geven. Als een bagage op weg naar straks. Een talent award voor wat nog in de kiem zit en wat heel veel potentie heeft. Voor de eerste keer hebben we een lange lijst van mogelijke kandidaten samengesteld. En daar heeft een jury dan 3 genomineerden uitgekozen. En daarop heeft het publiek de afgelopen weken mogen stemmen. De prijs bedoeld is om dromen te realiseren. En er hoort wat geld bij, maar vooral een traject waarin we de winnaar vanuit Erfgoed Brabant intensief gaan begeleiden met communicatie, onze kennissen en kennissen inbrengen. En op een hele verrassende en eigentijdse manier gaan we dat volgen. Al die voorbeelden die daar worden genoemd hebben iets met verbinden, van nieuwe combinaties maken. Dat is een inzicht wat ook niet altijd in een moderne tijd werd gehuldigd, dat het was vooral dat je kon winnen door te specialiseren. Dan ging je verder en ging je harder. En daarom is het zo treffend dat bij een erfgoedprijs, waar veel mensen zouden denken aan gisteren en eergisteren, dat we op de Dutch Design Week die prijs uitreiken en dat met elkaar ook gaan vieren. Design thinking is niet van de buitenkant het mooier maken van dingen. Het echte designen is de binnenkant opnieuw doen. De buitenkant hebben we zo mooi opgepoetst dat we echt begonnen te geloven dat het daarom ging, terwijl we allemaal wel beter weten. Patrick heeft al aangegeven dat het too close to call was bijna. Aan mij de grote eer om nu de envelop te openen. De eerste erfgoedprijs van Brabant is het project Hip Ambacht, de 9 straatjes van Breda. APPLAUS.